Bij Museum Vlehyte zijn Thijs Trompert en Marisha Smit een boomsculptuur aan het maken. Al vanaf 16 mei zijn ze aan het bouwen. Maar hoe verloopt het proces eigenlijk? Het proces is eigenlijk wat centraal staat. Dus het is een beeld wat we gezamenlijk aan het maken zijn. En waarbij dus de discussie in materiaal centraal staat. Dus we weten van tevoren al wel wat het gaat worden. Althans, een boom. We hebben allebei een idee. We zijn allebei ontzettend eigenwijs. En we hebben geen tekening gemaakt. We proberen dat een beetje, ons eigen idee natuurlijk een beetje door te drukken. Maar dat gaat niet altijd, weet je. Want, Aanstaande zaterdag is de boom af en dan wordt die gepresenteerd tijdens de expositieopening van Zandleven. Wij zijn ook na aanleiding van die expositie gevraagd om die boom hier neer te zetten door Eb en Onno. Als je de expositie van Zandleven ziet, denk ik dat je ook wel vergelijking kan trekken, met wat hier straks voor staat. En dat vonden wij ook wel een uitdaging. We hebben ook één keer eerder al samen een boom gebouwd voor Into the Woods. Die stond bij het bosbad vorig zomer. En dat was een hele andere soort boom, want die stond in het bos en deze staat in de stad. Je moet je voorstellen, er staan allemaal gigantische beuken omheen van misschien wel 30 meter hoog. Als je daar een klein boompje maakt, dat gaat niet goed, weet je. Dat vind je nooit meer terug in het bos. Dus we hebben daar gekozen om echt een hele grote boom te bouwen. We hebben het toen in 5 dagen gedaan. Die boom was denk ik 9, 10, 11 meter hoog, zoiets. Nu leggen we vooral de focus op hoe het eruit moet komen te zien. Weet je? Dat je die draaiing, we schroeven er nou ook veel stukken af. Als het niet goed gaat, weet je, haal het er gewoon af. Het is niet om de massa, maar deze moet echt perfectie passen hier. Ik ben zelf wel heel erg blij met de kleurtjes. Want, er zijn een aantal pallets van Scheerder. Dat zijn drankpallets en die zijn gecodeerd met een kleurtje. Zandleven gebruikt ook deze kleuren in zijn schilderijen. Dus dat vond ik wel een hele mooie hele felle toetsing. Ja. En we hebben eigenlijk in vorige projecten gekleurde pallets een beetje gemeden. Dus die vaak uit de stapels getrokken. Zo van, dat wordt anders. En nu hebben we voor het eerst gezegd van, nee, kom erop. Gewoon kleur gebruiken. Kleur. ik denk dat ze niet alleen naar de opening moeten komen kijken. Maar ook het hartstikke leuk is om het proces te komen volgen. Dus de aankomende dagen en op de website is het proces ook vastgelegd, als het goed is, van Vlehyte. Dus kunnen mensen dat nog komen kijken. En, ik denk dat... Het bijzondere is eigenlijk dat je een kunstwerk kan zien ontstaan. Dat is niet altijd. Meestal zit het achter een deur. Op zaterdag 2 juni om 5 uur wordt het kunstwerk onthuld op het terras van Museum Vlehyte. Ja.